ben Ed Skills. En ik ga een kleine uitleg doen over hoe ik penvis. Penvis is een van de leukste visserijen die er eigenlijk zijn, omdat je niet heel veel tijd nodig hebt om je karpers te vangen. Als je een uurtje hebt of twee uurtjes of drie uurtjes, dan kun je prima je vis vangen. Maar hoe gaat het nou eigenlijk in zijn werk? Ga ik je uitleggen. Ik maak eigenlijk een klein basisvoertje aan, waarmee ik de karpers op de stek probeer te krijgen. Ik maak een mix van wat pelletjes. Het liefst allerlei verschillende soorten pellets door elkaar. Zoals je hier ziet heb ik eigenlijk een aantal verschillende dingetjes die ik gebruik. Grove pellets, wat kleinere pelletjes, dit soort pelletjes. En ik heb een mix met allerlei dingen door elkaar. In dit geval is dat een mix van mainline, waar allerlei lekkere kleine dingetjes in zitten. En het voordeel van verschillende soorten pellets gebruiken is dat ze allemaal een eigen oploswaarde hebben. De een lost op binnen 10 minuten, de ander misschien binnen 3. En sommige zijn een stuk harder en die hebben veel meer tijd nodig. Waardoor ik er eigenlijk van verzekerd ben dat ik langere tijd op mijn voerplek aas heb liggen. Al deze dingetjes bij elkaar, die mix ik en die meng ik aan met een aantal liquids. Zodat die eigenlijk nog attractiever wordt. Als haakaas vind ik het zelf prettig om bijvoorbeeld mais te gebruiken. Je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld wormen te nemen of maden of een andere aas, een stukje kaas. Maar mais is wel ideaal omdat het ook lekker op de haak blijft zitten. En het mais gebruiken we ook in de mix. Het voordeel van blikjes mais, gewoon blikjes mais uit de supermarkt, is dat er ook heel veel vocht bij zit. En met dat vocht, wat we dan aanmengen met de pellets, krijgen we een perfecte basis. Daarnaast vind ik het ook prettig dat als ik iets in het water gooi om de karpers te lokken, dat je een mooie wolk krijgt. Een wolk van attractiviteit die niet alleen karper aantrekt, maar ook andere vissen. Het is namelijk zo, hoe meer vis je op je stek krijgt tijdens het pennen, hoe eerder de nieuwsgierigheid van de karper getrokken is. Die ziet ineens allemaal vorentjes en brasems, aasen en druk doen en in de modder woelen. En die karper denkt, dan moeten we eens gaan kijken wat daar los is, want daar is vast eten. Ik heb hier een aantal dingen van mainline. Bijvoorbeeld hempseed oil. Hempseed oil gebruik ik zeker in de warme maanden, omdat het mooi uitwasemt en het krijgt een hele lichte oliewalm die goed geroken wordt door de karper. Metamino, een goede additive die zorgt voor extra eetlust bij de karper. En om bijvoorbeeld die wolk te krijgen, gebruik ik coconut milk, condensed coconut milk. Het trekt in de pellets en geeft voor langere tijd een attractieve wolk af. Het is ook belangrijk dat als je gaat pennen, dat je eigenlijk van tevoren je voer al klaarmaakt. Op het moment dat je bij de waterkant komt en je gaat dan je voer pas maken, hebben de liquids niet zo heel veel tijd om in te trekken. Het beste kun je dit bijvoorbeeld doen, avond van tevoren of een paar uur voordat je gaat vissen. Naast de dingen die ik hier gebruik, wat eigenlijk al voldoende is, vind ik het zelf leuk om nog een kleine extra toevoeging te doen. In dit geval bijvoorbeeld de Raspberry Ripple. De Raspberry Ripple heeft een hele aparte geur, die eigenlijk niet te vergelijken is met andere dingen die de karper in het water tegenkomt. Waarvan ik eigenlijk hoop dat het ook zijn aandacht en nieuwsgierigheid trekt en dat hij zich afvraagt waar dat geurtje vandaan komt. Daar gebruik ik niet heel veel van, eigenlijk een paar druppels is eigenlijk al voldoende om een sterke geur af te geven. Want eigenlijk worden dit soort dingen gebruikt om een complete bolymix mee aan te maken. Dus voorzichtig mee zijn. Naast het maken van voer heb ik ook een bepaalde haakkeuze. Ik gebruik graag kleine haakjes en het liefst een wide gape. Waarom een wide gape? Een wide gape haak heeft eigenlijk een kleine hoek die hij teruggeeft. In een bochtje van de haak komt hij een stukje terug naar voren. En dat stukje terug naar voren komen vind ik erg belangrijk op het moment dat ik een karper haak vlak onder de kant. De explosie van een karper op ondiep water is behoorlijk. En aangezien hij compleet uit zijn plaat gaat en alle kanten op wil schieten, wil ik wel dat hij ook gehaakt blijft. Je kunt natuurlijk ook met een rechte hoek vissen, dan loopt de haak gewoon recht omhoog. Maar mijn vertrouwen in de wide gape is de afgelopen jaren zo goed opgebouwd dat ik liever voor een wide gape kies. In dit geval gebruik ik een klein haakje, een maatje 8 van Entek en die werkt gewoon prima. Het is niet een al te dikke haak, maar wel een haak die niet uitbuigt en zeker de explosies vlak onder de kant goed aan kan. Dus mocht je ook gaan pennen, zorg in ieder geval dat je een kleine haak neemt die ook stevig genoeg is om de karper vlak onder de kant onder controle te houden. Ik heb hier al een beetje voer klaar. Ik heb hier al een mixje. Die heb ik net al gemaakt. Als je ziet zit alles al voorgeweekt. Deze heb ik een paar uur geleden gemaakt.
plastic, wat mais in, wat pelletjes, eigenlijk alles wat we net eigenlijk doorgenomen hebben zit erin. De volgende techniek passen we toe. Ik maak een aantal verschillende stekjes aan, van elkaar verwijderd. Elke keer met een paar meter ertussen. Ongeveer 20 meter per keer. Ik kies bijvoorbeeld plekken uit met een mooi leliebed of wat rietvelden. Of gewoon ja, op een lang stuk. Zorg wel dat je voor jezelf herkenbare punten hebt, zodat je nog weet, na al die plekjes, waar je het voel gelegd hebt. Ik kijk bijvoorbeeld naar een boom en onthoud ik voor welke boom ik ongeveer zit te vissen. En zo loop ik het hele stuk af. Als ik de 5 stekjes aangevoerd heb, loop ik terug naar stek 1 en begin bij stek 1 met vissen. Dat is ideaal. Op het moment dat je stuk bent bij stek 1, heb je al kans dat karpen inmiddels op je plek is. Laten we eens kijken hoe het in de praktijk uitpakt. Ik heb inmiddels al een paar plekjes aangevoerd en nu is het tijd om te gaan vissen. We zitten weer op de pensessie. We hebben een paar mooie vissen weten te vangen. En ik hoop dat jullie met plezier gekeken hebben. Ik hoop dat je wat aan de tips hebt die ik je gegeven heb. En succes aan de waterkant. Mocht je nog vragen hebben, kun je altijd even een berichtje sturen op Facebook. En dan zal ik die beantwoorden. Wil je meer van mijn filmpjes kijken? Druk dan eventjes op het volgen op het kanaal van YouTube. See you next time. Hoi!